Dag jongens, we zijn weer terug van de vakantie. Het is weer gebeurd. Ik heb het prachtig gehad in Normandië. We hebben daar een heerlijke trip door heel Normandië gemaakt. Etretat, Ypres, Rouen, Omaha Beach zijn we zelfs geweest. Het was prachtig. Jullie kunnen daar zelfs een documentaire van terugkijken op Rosso's Travel Channel. De link staat ook nog beneden in de beschrijving. En we hebben daar een heerlijke film van ongeveer een half uur van gemaakt. Ja, en nou gaat het allemaal weer beginnen. Ik zou meedoen met de halve marathon van Lauwersoog. Ja, helaas gaat mij dit niet redden, omdat ik al behoorlijk veel moeite kreeg met de 5 en de 10 kilometer qua training. Maar we hebben wat nieuws. We hebben een nieuwe headcam. Kijk eens. Een heel kleintje. De GoPro Mini 11. En nou heb ik hier even een kleine training mee gedaan. En het, ga zelf maar even kijken. En daarna praten we verder. Geniet van de video.
say you're fine, but I can see right through. You're holding your secrets for way too long. This can't keep going on. With every lie, they keep on hurting you. Getting away with everything they do. This can't keep going on. Oh, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. They can't run, they can't hide. We won't stop until they're down. We'll be running with the lions, lions. I'll go through fire, I'll climb the mountains for you. Tell me, 'cause I'm looking out for you. This can't keep going on. No, 'cause you're not alone in this. We'll do this together. No, you're not alone in this. No, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions. Running with the lions, lions. Yeah.
Nou, dat was dan even een mooi rondje door mijn prachtige wijk Bargeres. Ja, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Het was even een trainingsrondje. Ik kon de halve marathon van Lauwersoog, kon ik jammer genoeg even niet redden, zo na de vakantie. Vergeet ook even niet te kijken op Rosso's Travel Channel. Daar staat de link in de beschrijving. Die staat hier beneden dus. En ja, dan kan je heel Normandië eventjes zien. En we hebben een prachtige documentaire ervan gemaakt. Dus ja, ik hoop dat jullie ervan genieten. Ja, en wat de camera's betreft, jongens. Kijk. Dit was waar ik nu al jaren mee liep, deze grote camera. En we hebben nu een mini. Deze is heel wat lichter geworden. En ja, de beelden zijn ook wat beter. Het, voor de videofielen onder ons. Het is in één keer 10-bit beeld. De stabilisatie is beter. Misschien dat het jullie opgevallen was. Mij in ieder geval wel. Nou heb ik ook weer een prachtige nieuwe Bone Conduction headphone van Naenka gekregen. Dit is hun allernieuwste. Dit is de Naenka Runner Pro. Ja, deze Bone Conducting headphone, die is aardig wat beter dan de vorige. Ik heb hem even uitgetest ook vandaag, onder het rennen. En dit is hem dan. Kijkt u eens, een heel klein mooi dingetje. Je zet hem dus even andersom. Je zet hem zo naast je oren. Je gaat rennen en je kan alles nog horen om je heen. En dat is het mooiste. Het geluid is natuurlijk niet zo goed als een in-ear koptelefoon, maar dit is genoeg. En wat er ook nog bij zit, is een prachtige. Kijk eens, een prachtige draadloze lader. Hij laadt hem dus draadloos op en dat moet ook wel, want het apparaatje is totaal waterdicht. Je kan ermee onder water zwemmen. Ja, nou ja, ik ga er alleen maar mee rennen. Maar ja, mocht er een fikse regenbui komen zoals bij de berenloop vorig jaar, ja, dan hebben we er wel wat aan. Nou, zoals ik zei, ik ben al aan het bijkomen van de vakantie en ik heb hier wel een heerlijk pilsje. Even de aansteker zoeken, want die ben ik natuurlijk weer hartstikke kwijt. Nou, geen idee waar die is. Gevonden. Maar wat wij nu hebben en waar wij nu even de komende paar weken mee gaan doen, is de Heineken 0.0. Of misschien, wel een leuk idee, een andere 0.0. Dat wij gewoon even de komende weken 0.0 biertjes gaan reviewen. Omdat deze jongen de eerste maanden even niet meer gaat drinken. Ik heb genoeg gehad in Normandië. Nou, we gaan hem even openplappen en we gaan eens even kijken of dit wat is. Nou, en het is zeker wat. Het is een heerlijk pilsje. Ja, ik slabber hem weg als een normaal pilsje, omdat ik tegenwoordig nu eventjes niet meer anders gewend ben. En we gaan hier gewoon de komende tijd eventjes van genieten. Jongens, ik zou zeggen, we zien elkaar volgende week weer bij de nieuwe Rosso's Running Channel. En ik hoop dat jullie weer zullen genieten van een hele jaar, een heel seizoen, nieuwe runs op dit kanaal. Ik zeg, jongens, geniet van de week, geniet van het weekend en geniet van het leven. Tot volgende week bij de Hoeven aan de Wegloop, 4 mijl. Tot dan.